Mijn naam is Fred Kuikhoven en ik ben sinds kort voorzitter van de Bowls Club Almelo. Wat is dat, Bowls? Bowls is een sport die te vergelijken is met jeu de boule en met bowling. Er zit natuurlijk wel een verschil in. Jeu de boule wordt gespeeld met extra zware ballen. En bowls wordt gespeeld met iets lichtere, maar nee, eigenlijk bijna net zo zwaar. Alleen ze zijn groter en ze zijn ovaal, dus aan beide zijden afgeplat. Aan één kant is de bal zwaarder dan aan de andere kant, intern. En daardoor moet je dus gooien met een curve, oftewel met een bocht. Wij spelen hier zo binnen de club 2 uur. Alleen halverwege gaan we koffie drinken. 6 ploegen die competitie spelen. Dat zijn 3 of 4 ploegen, dat zijn pairs. Daar zitten 2 mensen in die ploegen. En triples, dat zijn 2 ploegen. Hoeveel leden hebt u? Wij hebben op het ogenblik 34 leden. Maar we willen er wel wat meer, als dat mogelijk zou zijn. En daarom wil ik eigenlijk een oproep doen aan iedereen die zich een beetje verloren voelt. Ook ouderen, maar ook jongeren. Kom eens even kijken. Is dit een beetje sport voor jongeren? Ja, natuurlijk. Het is niet fysiek. Je moet wel concentreren op de sport. Iedereen kan het spelen. Uiteraard is het voor de gezelligheid. Voor de meesten, zoals ik net al zei, er zijn een paar lui die competitie spelen. Maar het merendeel speelt alleen op vrijdag hier in de hal. Het is geen typische Nederlandse sport. Waar komt het eigenlijk vandaan? Bowls komt uit Engeland. En het is een hele grote sport in Engeland. In Britse oud-koloniën zoals Australië wordt het heel veel gespeeld. Ook door jongeren trouwens in Australië. In Canada wordt het gespeeld. En de wereldkampioen zit in Engeland. En de Nederlands kampioen zit in? In deze club zelfs. Dat bedoel ik. Ja. Jullie doen dus mee aan de Nederlands kampioenschappen? Ja, zeker. De Nederlandse kampioenschappen, pairs, hebben wij aan meegaan. Triples nog niet, maar pairs wel. Hoeveel kampioenen hebben jullie? We hebben er dus 2 in pairs. Dat zijn 2 personen, dus die zijn Nederlands kampioen geworden. Hoe vaak is zo'n toernooi? Wij hebben dat 1 keer in het jaar. Het BCA-toernooi. Bowls Club Almelo-toernooi. Het Erik Korte-toernooi, eerlijk gezegd, ja. En in heel Nederland, hoeveel toernooien zijn er? Wel elke maand wel een paar. Het is wel interessant dat er zoveel toernooien zijn in Nederland. Ja. Vandaag hebben we dus wat minder mensen hier, omdat die zijn naar het toernooi in Nijmegen. Er zijn toernooien in Almere Haven, in Breda, in Drachten, overal. En dat is minstens minimaal 1 toernooi elke maand of 14 dagen. Ja.